Dan beginnen we met het eerste wat erbij is gekomen in de afgelopen maand, namelijk borgen van het NNT. De marathonvoorstelling, 10 uur lang, ging vorige week zaterdag in première. Eten, drinken, toneel, even naar buiten roken, ontspannen. Een all-over ervaring en heel veel lovende recensies. We hebben hier even een plaatje, hè. Verspetterend spektakel, zegt het NRC Handelsblad. Indrukwekkende prestatie, zegt het Parool. 5 sterren, 4 sterren. Maar er was één krant in Tot Damt. Die was toch wat minder positief. Vrij kritisch zelfs. Die zag dingen die de rest van de kranten niet zagen. Leo Braam is de recensent die dit stuk heeft geschreven. Leo, van waar deze recensie? Nou, ik vond geen leuk stuk. Dus ja, ik ga niet nou het hele artikel. Maar je had gevraagd om een paar. Als u het allemaal een hele verhaal wil weten, moet u de krant maar kopen. Zo is het tot ook. Tot nu, toch? Althans nu is het, ja. Dus maar u wou even horen weer. Ik heb even een pittig stuk geschreven, ja, geheel tegen eigenlijk de stroom in. Hele lovende recensies waren, maar u was uiterst negatief eigenlijk. Ja, ik ben er geweest en op zich lekker gegeten, maar ik was met mijn vriendin en wij gaan vaker naar dinnershows en... wat we hier gezien hebben, heb ik in de jaren 90 bij Showbiz City bijvoorbeeld al beter gezien. En ik zie nu, dit is dan nu Studio 2 Aalsmeer. Ja? Die hebben nou een show lopen, Pandora. Ja, dat is, dan weet je niet wat je overkomt. Dus dit is show, dit is afwisseling, dit is ook sexy. En dit is amusement. En dan staat de NNT wel heel erg in de kinderschoenen. Ja. Yasumi, maar. Ja, maar. Kan er niks aan doen. Ja, maar is dit nou. Oké. Okay. En dan. Ja. Ik kan nog wel even doorgaan als u wil. Heeft u nog even zin? Was er meer dan dat dan? Het politieke verhaaltje. Wat die hoofdpersoon allemaal. Als je die hoort praten, dan weet je wel weer. Allemaal voor en door de linkse grachtengordel. Dat is wel weer duidelijk. Dus. En natuurlijk is er ook een rechtsgeluid in het stuk te Harry horen. Piekema. Ja. Speelt de rechtse politicus, de rechtse extreme politicus. Ja, die mogen, rechterflank, die mag het dan weer met de hamburger met kortingman van de Albert Heijn doen. En dat vind ik weer heel typisch gewoon. Van, hè? De linkse zijn de helden en nou goed. Nou, dan tot slot nog even. Ja, ik weet wel dat het is vloeken in de kerk hier, dat weet ik wel. Maar dat maakt mij niks uit. Dan nog even tot slot, het kost een plaatje. €80, alsjeblieft. Maar hè? 10 uur zit je wel in het theater voor die €80, hè? Ja, en weet je wat 10 uur aan oppaskosten bedraagt? Dat komt er nog eens bovenop en daar denken ze dan niet bij na. Nou, dat vind ik voor een dagje uit behoorlijk aan de prijs. Ik kwam op €160. Ja. Nou, dan had het wat mij betreft, ik vind sowieso, dat had voor mij wel 8-9 uurtjes korter gemogen, het hele stuk. Goed. Nou. Dat was eigenlijk het verhaal, dus dan weet je dat wij ook in dit programma dat wij de score bijhouden voor de stad. Jij bent recensent, zou je even ons dat gedurende het programma kunnen bijhouden? Jawel, dat kan wel. Ja. Nou goed. Dat wil ik wel doen. Dat hoeft niet hier, dan mag je gewoon daar weer gaan zitten. Nou, is goed. En een beetje in de gaten houden, de mensen stemmen. En dan kom je vlak voor het einde van het programma terug. En dan vertel je ons of de stad erop vooruit is gegaan of de stad erop achteruit is gegaan. Ik vind het goed. Nou, ik verheug me erop. Ik hoop u ook, dames en heren. Leo Braam. Dank u wel.